Ik ben Vincent, ik ben 26 en dit is mijn caravan. Ja, de Green Tribe is ontstaan op het landje destijds in Westpoort, waar, waar heel veel mensen zaten die echt uit nood zo woonden in caravans of zelfgebouwde hutjes, tenten. Ja, goed, daar ben ik toen bijgekomen in 2011, toen was ik net 19. Toen was ik zelf net dakloos geraakt vanuit een... wat omstandigheden. Je zag al onderling dat er een klein groepje mensen ontstond die wel wat serieuzer omgingen met het leven in een caravan. Of er echt iets leuks van probeerden te maken. Zonnepanelen aanschaften, dingen op accu's gingen doen. En toen het landje dus ontruimd werd, toen is dat kleine serieuze groepje is samengebleven. Ze hebben ons verhaal duidelijk gemaakt en ons geïntroduceerd als een alternatieve groep die daar niet meer bij hoort. En hebben we vervolgens het grote terrein hiernaast gekraakt. Ja, dat was de eerste Green Tribe, de originele. En daar was ik toen deel van en dat was een mooie ontwikkeling in die tijd. Dus ja, nee, helaas, dat mooie plekje waar we dan even hebben mogen zitten voor 2 jaar is nu ook weer afgelopen. Ja. Yeah, so I've been thinking to make a vegetable garden and synergetic garden, that was my idea, and also we're gonna make a compost pile for kitchen scraps and yard waste, and also our And the solar power central is also pretty good to do. Interesting find idea. Find a way to get cheap solar panels. Yeah, okay. We first I know need in to Norway have the roof. This is very easy because they're so rich they're throwing away their solar panels after 1 year. You wanted to go to Norway, eh? Yeah. Have to go to Norway. We can go to the pickup solar panel journey. Caught up in specialness. I wish we could see that we are kings of bliss, begging for misery. But we get lost in Ik ben Hans Voorneveld. Ik ben sinds september of zo ben ik lid van de Green Tribe. Ik zit er nog niet zo lang bij, dus. Daarvoor heb ik een paar jaar gereisd in een camper. Ik heb door Europa gereisd eigenlijk veel. En daarvoor heb ik heel lang gewerkt en daar ben ik nogal ziek van geworden. Maar ik kon ook niet meer in een huis wonen eigenlijk. Dat was eigenlijk de voornaamste reden. Na die 2 jaar in die camper. Ben ik daar zo mee vergroeid met zo'n manier van wonen. En dit is voor mij een perfecte manier om te wonen, omdat het is dicht bij de aarde eigenlijk. En het is in een hele fijne community waar mensen om elkaar geven en voor elkaar zorgen. Het wil niet echt, hè? Ja. Maar heb je een beetje mensen om te helpen? Of? Ja, Tjerk die komt eraan. En, die heeft een mooie grote sterke auto, dus die komt hem even slepen. Zo. Daar gaan we ervoor. Ja, kom maar. 8 meter. Ja, heel klein beetje. Oh! We zijn er.
Beetje rechter. Je gaat nu richting de container. Nou, in principe moet het lukken, alleen daar langskomen, dan wordt dat Ja, tricky. Zodra je hier uit bent, dan moet je hem dus echt die kant op mikken. Ja. Dus die gaat zoals het moet, dan, Moet het maar zoals het gaat. Maar zoals het gaat. There we go. Nou, hoe vind je het om steeds te verhuizen? Als het moet, dan moet het. Ja. Het is iets wat je ermee voor lief neemt. De vrijheid die je er wel voor terugkrijgt op het moment dat je ergens mag blijven staan. Ja. Het geeft toch wat meer leven voor mij dan een appartementje. Je kan s'avonds, wanneer je dan wel fijn op een plekje staat, je stereo lekker open draaien, geen buurman die klaagt. Nee. Je houdt er ook niemand wakker mee, want je zit niet bovenop elkaar. Ja. En ja, ik hou van een goed stukje muziek, dus dat zijn wel fijne zaken. Ja. Ruimte is... Ik heb liever een fijne tuin dan een enorm huis. Maar ik vind het heerlijk. Ja, en inmiddels ben je er natuurlijk ook al aardig aan gewend. Ja. Dus hoe lang leef je nou op deze manier? 7 jaar? Ruim 7 jaar. Ja. Ja. Steeds een beetje meer uitgebreid en je eigen dingen voor elkaar gekregen. Het is ontzettend leerzaam. Ja. Je wordt er natuurlijk heel zelfstandig van omdat je geen keuze hebt. Ja, je moet wel je eigen boontje stoppen. Mm-hmm. Er is niemand die het voor je gaat doen. Nope. And I'm thinking to make a compost, warm compost. With worms. Grass, worms. Yeah. And grass in it. And you can cover it normally, but when you want to see really worms, it's working. You can open the window and you can see them. Yeah, the wormer is also one of the best things to do to get rid of our kitchen food waste. In the compost pile, you don't want anything that could attract rats or so other and no meat. No. Yeah. Grantrap is een vereniging die zich tot doel heeft gesteld om een stedelijk ecodorp te realiseren. Met een kleine community. En daarbij ook vooral heel erg naar buiten te treden. En dingen voor de buurt, maar ook voor meer algemeen publiek te doen. Om mensen te leren dat dit ook kan. En hoe dat dan werkt en hoe dat is. Het groene accent is heel belangrijk. We willen leven van wat we zelf hier kunnen maken. Dat is natuurlijk groente, kruiden, dat soort dingen. Maar dat is ook regenwater. Want regenwater kun je voor bijna alles gebruiken, behalve drinken. Dat zou ook nog kunnen als je het filtert. Maar kijk, in het ideale geval zouden we natuurlijk alles helemaal zelf kunnen verbouwen. En, de omstandigheden zijn er gewoon niet naar dat altijd lukt. Dus je blijft toch altijd afhankelijk van een stukje van de maatschappij. Ik heb altijd gewoon in een huisje gewoond. En daar ben ik helemaal aan gewend. Om dat allemaal op te geven, dat zou ik persoonlijk niet doen. Gewoon een werkende verwarming hebben. Een koelkast. Een vaste stroomaansluiting. Denk maar aan alle voorzieningen. Die misschien vanzelfsprekend lijken, maar dat eigenlijk helemaal niet zijn. Deze mensen die hebben dat niet. Of die kunnen erover zorgen, maar die moeten het dan wel allemaal zelf bouwen. Ja, je leeft om te leven op zo'n manier. Ja. Ja. Ja, als er met mijn huis wat aan de hand is, dan bel ik een monteurtje en die komt langs en die regelt het voor me. Ik moet mijn handen vuil maken. Ja. Ja. Maar dat heeft zijn charmes op zo'n manier. Ik begrijp dat dat niet voor iedereen is. Ik hou wel van een uitdaging. En op die manier creëer je zo'n community als dit. Ja. Maar goed, dat is ook niet altijd je van het.
er wel wat meningsverschillen onder elkaar. Uiteraard, uiteraard. Maar ja, zo is de hele maatschappij. Waar heb je dat niet? Waar heb je dat niet? I really would like to have a windmill. We have that would be so good. Yeah, put it. Yeah. But how are we gonna get a windmill? You want it for one household? You want it for separate? Bigger ones, they can bigger ones really expensive. Yeah. It's nice to make one yourself. And you can make one from plastic oil drums. So you have half ones. You put them like this and this. Yeah. So the wind catching it and so it turns around like this. I think because the ground is, it looks really clean here. Yeah. It's easy to dig a well and to make a system that we pump up the water and filter it. Yeah, we pump with the rowing machine. This is rowing machines are really good fitness. And you have these ones with a big flywheel. Yeah. And you can connect the flywheel to the pump. And it will just pump up the water. Een stukje nog. Omar. Perfect. Niks meer aan doen. Dat was mijn dreintje. Nice. Hij staat. Hij staat. Yes. Wie had dat gedacht?